Dat ik hier ben van vrede he, aan het sport. De maaien gehaald, zie je, leden en wormen en bliksemuis. En dan ben ik, dan heb ik de sleutel op contact laten steken en de deur dichtgegooid, op slot gedaan. Kijk, er staat nog een achteruit, zie je, het lampje brandt. Het is een vet amateur alert, hè. Ja, het is echt, ik zat in de auto en dan appte Jurgen, je moet dat nog hebben. Oh ja, dan even snel pakken en toen dan gaat het mist in. Hey jongens en meisjes, welkom bij een aflevering van amateurvissen.nl. We zitten te vieren, het zou eigenlijk zouden we iets anders gaan doen, namelijk vissen op haaien. Maar we kregen eergisteren de melding dat charters niet meer mogen uitvaren met mensen erop. Dus dat ging helaas niet door, maar dat wat in het vat zit verzuurt niet, dus dat komt nog wel een keer. Dus ik heb nu mijn spullen gepakt, het is nu of drie denk ik, half drie, drie uur. En gewoon even lekker vieren, niet te moeilijk. Misschien nog een filmpje maken, maar dat zien jullie vanzelf. En ik heb wel alweer beet, dus wat dat betreft is wel goed. Wel voorzichtige beetjes. Dus ik denk dat ik heb twee maiskorrels aan, ik denk dat dat wat te groot is. Maar maakt niet uit, het is nog vroeg. Jurgen zit daar lekker te fiederen. En hij had net beet. Dit zijn hele zeldzame beelden, jongens. Dus, ja. Jurgen aan de feeder. Hij had een nieuwe feeder gekocht. Ja, ook alweer. Ook nog, hè? Een Okuma Custom Black gekocht. En daar is hij al blij mee. En hij had net beet op de Maya, geloof ik. Aan de pier. Op de Maya had ik net de misser aan de kast. En nou aan de pier trok ik hem helemaal krom en ik heb hem niet. Ja. Ja, dat, er ligt veel vis aan de overkant. Ja, ja. Dus ze liggen op het voer. Ze liggen erop. Het zijn maar zo'n minuscule tikjes, Tom. Ja? Je kunt er amper op slaan. Ik denk, hij blijft wel diep. Ja, dat is geen plat, hij blijft diep. Oh, dit is een... Wel een... Een kroes. Een kroeskarper. Moet ik hem scheppen? Ja. Mooie kroes, joh. Ja, ah, jongen, zie je wel. Een schub. Een giebel, jongen. Wacht, hij is een giebel. Oh, jongen. Ja, met een... Het is een platte. Hé, hey, maar zo hè? Zo hè? Ja, ja, ja. Je kunt bijna niet zien de beet. Ja, ja. Hey. Oeh. Dat is een giebel. Hoppakee. Een giebel. Eerste giebel is binnen. Om een nieuwe engel, een eerste vis. Hé, hey, jongen. Hoppa. Hé, hey. Boom. Dat doen we gewoon, want fuck de corona. Ja. Precies. Oh. Hé, hey, mooi hè? Oh, een mooie jongen. Even mijn eigen engel in de gaten houden. Mooie giebel. Aan de pier. Netjes. Ik moet even een onthaakstang vatten. Heb je die bij? Onthaaksteek. Ja. Kijk jongens en meisjes, daar doen we het voor. Hè. Mooi. Dat is een mooie sport op de lichte feeder. Maar hij deed niet veel. Kijk, ja, op het laatste mooi klein pierenket. Oh ja. Geen Nederlands record om hè? Super. Het is geen Nederlands record. Nee, ja, maar daar doen we het voor. Mooie vis. Mooie vis. Oké. De jongens, de eerste vis die hebben we. Even bijkomen. Een mooie giebel. Zit hier best veel. Maar hij trok niet heel hard, volgens Jurgen. Maar toen hij eenmaal aan de kant was, toen begon hij wel een beetje. Maar nog redelijk kalm. Makkelijk kunnen onthaken, weer teruggezet natuurlijk. Dus ja, het was echt lekker. We zaten net 10 minuten, dus... Niet verkeerd, ik heb ook een paar beten gehad. Giebel hadden net op de worm. Oh, ik heb er nu ook iets aan zitten volgens mij. Of die zit op de korf te beuken weer. Ik denk dat laatste. Jurgen ook weer? Ja, constant. Constant beten hebben we. Kleine trekjes. Tik, 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 tik. Mini, 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 mini tikjes. Kleine vis. Ja, denk eens, het is toch een dikke giebel. En net trekt een krom hek hem. Ja. Apart. Ja, heel apart. Ik denk dat is een baarsje. Ja, dacht ik ook. Vaak als je met de worm wist dat je zo'n baarsje eraan krijgt, hè? Een zeelt, een giebel of een brasem of een voorn. Ik ken allemaal. Maar goed, we zitten en hij gaat lekker. Hij blijft weer diep. Ik denk weer een giebel, Tom. Hij heeft weer een giebel, hè? Ja, dat is echt zo, hè? Oude giebelkoning. Bijna niet te zien. Giebelkoning. Ja, maar waarom zo'n kleine tikjes? Want die van mij wel even in de gaten houden, want... Hij kan hem al, ja. Leuk. Maar het voelt eigenlijk als een brasem. Ja, en een platte jongen. En een platte. Want die komt boven. En een platte. Veel sterker qua gewicht. Ja? Wat gek. Een dikke misschien. Een dikke brasem. Nou. Ja, dat is een brasem.
Nou? Nou? Zie, ja, ik zie hem flanken. Ja, kan niet anders. Komt hij aan? Ik heb hem nooit... Nou, huh? Ja, ik blijf wel... Ja, hou jij hem nou onder? Nee. Ik durf niet hard te trekken. Dat is geen probleem. Ja, het is wel hem. Ja, ja. Komt hij aan? Een dikke. Oh. Een modderlood. Platte van 60. Sterk, hè? Hoppa. Zo, hier is een hele lat om. Ja, jongen. Kun je met vier man van eten van deze. Zo. Oh, nou, dat is u. Die moet je even vastpakken, even laten zien. Dat is een dikke knijter, man. God, meer. Wat een knoepert. Ja, toch van die flauwe tikjes op zo'n grote vissen. Ja, dat is gek, hè? Mooi in het lipje, het is nog vroeg, ik denk dat het tegen de avond wel harder erop kan halen. Oh, dat lijkt goed nou. Ja. Hup. Dikke muiter. Dikke. Oh, hij scheet. Hij scheet alles onder, jongen. Ja, goeie voer. Ja. Hoppa. Weg. Wat voor voer heb je? Heb je Dynamite baits? Nee, ik heb Sony baits en dan oh ja, Sony groene. Ja, ja, ja. Green F1? Ja, daar gaat hij. Green F1. Ja. Ja, die heb ik. Vertel maar, jongen. Nou, ik vis met deze. Sony baits, Green F1 vis ik mee. En daar heb ik 2 mm pelletjes van de Supercatcher tussen zitten trouwens, van Seven Folder. Je moet even weken in water, 30 seconden, en dan erin gooien en dan plakt dat een tierenlier. En dat is al wat ik mee vis. En een piertje en een maatje ervoor. En dat werkt goed. Dat werkt goed, hè? Ja. Ja, deze staat goed groen, hè? Jij hebt ook groen. Ik heb ook groen, ja. Maar vorige keer had ik F1 Sweet, ook van Sony Beet geel, maar ja, die deed het ook goed. Ja. Dus ik gooi vlug naar de stekker. Ja, doe dat. Hij bijt me zo. Ja. In platte. Oh, het begint te regenen. Platte. Nee, want hij blijft diep. Nee, dit is volgens mij geen platte. Nou. Ik weet niet wat het is, maar hij is nog niet boven geweest. Dus... Het is ideaal zo'n schetnet, dat blijft drijven. Ja. Hij blijft cruisen hier voor aan de kant, dus het is een of een zeelt of een karpertje. Het is geen zeelt. Weer een cruis, het is een cruis. Weer een cruiskarp? Ja, ik heb een cruis, ik heb hem al gezien. Een giebel? Ja, of giebel, ja. Hoe niet in de plant hier, een lelies. Zit elke keer die lelies op, die is groter dan straks. Ja, even kijken. Kijk, oeh, een mooie. Oeh, een dikke giebel. Oeh, een dikke wond heeft hij ook. Het is een grotere. Die mooie Tom. Een dikke, hè? Een dikke, ja. Oeh, dat is een grote giebel. Leg hem op de plastic. Ja, doe ik even een beetje lang even. Oké, dat is een grote giebel, hè? Die moet je even meten. Ja, ik heb geen meetband bij. Ik ook niet. Ik zie een lelijke wonde dat je hebt. Oh ja, bel. Paaiwonde, denk ik. Ja, paaiwonde, ja. Nee, die holt een halve meter niet, maar het nee, maar goed. Verschillen. Het is wel een dikke, jongen. Het is een hele dikke. Kijk, uit een hazenlip. Ja. André van Deun. Kijk, mooi voor het lipje. Goh. Ook maar net, hè? Ja, ook maar net, ja. Hé, jongen. Ik ben helemaal eruit vissen, jongen. Ja. God, non, zie. Netjes. Op. Hou maar even voor de camera. Kunnen de mensen thuis ook goed, even goed bekijken. Het is wel een viezerik. Het is wel een viezerik met een wond. Ja. Maar goed, laten we een mooie, goede, schone kant zien. Kijk, ja. Mooi, hè? Zijn toch dikke, jongen. Mooi giebel. Mooi giebel. Goh. Goed, man. Goh. Super. Van de pier, hè? Ja, super. Terwijl ik hier mijn voer klaar zit te maken, zit je in de ene naar de andere te vangen. Dit is weer een kroes. Of een giebel. Oh ja? Ja. Nee, hij komt daar vlug boven. Oeh, hij gooit er van links naar rechts om. Heel hard. Ah, dat is toch geen brasem dan? Hij is wel vlug boven. Het is wel brasem en ik kom boven. Ja, hij trekt wel veel harder uit zo'n giebel. Dat is wel gek, want zo'n giebel... Wat? Wat? Kijk eens, hij vliegt al met die kamer rechts nou. Pak de schip met maar. Dat is geen platte, denk ik, hoor. Nee, dat is geen platte. Nou komt hij heel makkelijk mee. Oeh, dat gaat heel hard naar rechts. Als hij los zat. Nee, dat is geen platte. Dan ben je in het vangen allemaal, jongen. Een kaper. 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 Ja, dat is een kaper, ja. Hij bonkt wel hard. Dat zag het, of niet? Ja, moet wel hard. Donker. Een ja, platte. Toon een platte met een dikke. Knoest. Kijk hem hier, dat is opa. Opa brazen. Oh, netjes jongen. Oh, jongen, gewoon een 2 kilo vis. Oh. Hij past niet in het recht in het net, jongen. Dat is toch een groot net. Zo, met een... Ik heb paaipukkels erop. Oh, jongen, lekker schuup hier. Ja. Mag ik hem even tegen die kaper klappert? Ik even... Kloten onthaken altijd. Ja, ik heb die altijd... Die grote kunnen niet pakken, hè?
Ik heb altijd... Meerhakloos. Meerhakloos, ja. Ja, ik wacht, ik pak hem al. Als je het draad even strak houdt. Waar is de draad? Goh. Kijk, dat is gewoon een modderloot. Oh man. Kijk, dit zijn paaipukkels, zie je dat? Ja, dit, jongens en meisjes, dit zijn paaipukkels. Helemaal knijterhard. Ja, goed man. Goed man, super. Jurgen is al 3 keer aan zijn breker begonnen. Ja, hij heeft hem nog niet op. Hij vangt de ene naar de andere en het lijkt erop dat het aan de maaien ligt. Ja, maaien zijn leeg. Dat we maaien moeten hebben, maar... Ja, ik ga er ook met zijn maaien aan doen dan. Even kijken. 2 maaien eraan, 3. Eentje ja. Te wennen. Ja. Maaien is elke keer leeg. Poink. Wurmpje eraf halen. Een beetje kan er wel op blijven zitten. Dan een mooi. Dink. Dink. Nou, eens testen of dat verschil uitmaakte. Jongens en meisjes. Gaan we eens even kijken. Hopla. Eens kijken hoe diep ik het hier heb. 2, 3. Ja, ook diep. Toch ook wel diep, ja. Ja, hè? Ja, best wel. Dieper dan ik dacht. Wat is er mis met die mensen? Er komt hier net een jongen langs. Een vrouw die 3 keer zo groot is als mezelf. Zegt die vrouw, zegt, oh, daar zitten ze te vissen. Zal ik eens even lekker op de grond stampen? What the fuck? Wat is mis met die mensen? Ja, zegt die jongen, moet je niet doen. Als ze het gedaan had, dan weet ik zeker, dat was Jurgen naar de overkant gezwommen. Hij stond al in de startblokken. Ze moesten niet met de verkeerde klooien hier. Dat is toch raar, man. Goh, is het nooit... Is het geen hond die erin springt, is wel ja. Een idioot. Springt er geen hond in het water. Ik zei het de vorige keer, ik zeg, weet je, ik ga toch ook niet... Mijn hond uitlaten bij op de tennisbaan, man. Maar goed. Rare mensen af en toe, hè. Rare mensen. Kijk. Ik hang traan bij mij. Zie je? Ik ben even filmen voor de hengel. Hij zit er wel aan. Of niet meer? Niet meer, denk ik. Oh, te lang is het de hengel. Te lang wacht. Ja, ik twijfel. Zit er nog aan? Zie je? Zie je? Ja. Hele kleine tikjes. Dat heb jij ook altijd, hè? Ja. Met die wormen. Ik heb nou mais, ik kreeg net ook een trek, maar het is weer over. Maar deze hangt er wel aan, hoor. Nou, slang. Ja, misschien. Dit is los, hè? Hij is er niet doorheen, vliegt. Hij gaat naar mij toe. Ik weet niet. Ik draai hem wel binnen als je hem doet. Ja, misschien een platte, maar dat is wel een dikke platte. Officieel? Dat is ook wel niet zo... Ik dacht naar rechts. Hij zit helemaal hier. Ja. Maaien, het is geen platte, dat kan ik je wel vertellen. Kroes. Ja, een mooie. Oh, dat is een dikke kroes. Of een dikke riemel. Ja. Even de flip helemaal open, want ik ga het nu nog een keer laten gebeuren dat hier... 51 het op, Nederlands record. Ik heb hem nou. Heet je 51. Ja, dat is een kruiskaper, denk ik. Oh, toch een giebel. Even kijken. Oh, mijn eerste vis. Ja. Wow. Een mooie giebel, jongen. Moet je eens kijken. Heel mooi. Wow. Ja, die komt echt wel kort bij de halve meter. Serieus. Ja, als dit een giebel is. Ja. Zo. Hij gaat niet gaan springen, jongen. God, non is u. Ja. Je rolt de vingers weg. De dikke vingers weg, ja, dan gaan we weer. Beschadigd, zie je dat? Ja. Van de paai. Dan draai ik hem even om. Ja. Een mooie vis, jongens. En hier. Dat brak met mijn hengel. Komen er een paar idioten aan met een kano. Oh, ja. Dat je moet het daarom draaien. Ja.
Hoppa, yes. Ja. Nou, zo is het dek. Zet de camera maar weer aan. Ja. Het geldt helemaal kapot als je er met een rijding in. Ja, haal maar even binden, die jagen toch niks, geen vis weg. Als ze niet vallen, niet. Hè? Huh? Als ze er niet afvallen, niet. Zet hem eens aan, zet hem eens aan. Ik kom hoor. Lijkt er net op, hè. Je kunt daar niet verder, hè. Nee, zie je. Nou, loop je dood, stuur onder de stuw door. Kunnen jullie hier omdraaien, want we hebben hier allemaal... Ja, kun je eruit, maar. Je kunt daar niet verder. Je kunt dan... Ja, daar is het uit, bij de tijger daar. Ja, maar waar is de tijger dan? Ja, daar zijn we... Oh, doen we die brug om de dorp? Ja, daar rechts. Dan moeten jullie even terug. En nu is schreeuwen, anders jagen we mijn vissen weg. Ja, hij is al weg. Hij je hebt bitter. Nou, ik zat naar die vrouw weer te kijken. Zou we daar kunnen haar gooien? Ik heb er niks waard als vrouw, hè? Nee. Daarom heb ik geen vrouw, hè? Ik ben altijd afgeleid. Dus ja, is ook, ja. In die dijk. Zo, dat was een mooie giebel. En ik denk 45 of zo, inderdaad. Turing zegt, komen hier een paar van die vrouwen op van die planken aan. Subborden. Ja. Jurgen gaat wel beter. Oh, hij trekt niet door. Hij trekt niet door. Ja, hij bijt hier. Wat ik snel vertellen, vandaag hebben we weer vis. Ik heb ook beet. Ja, ik ook. Ik heb ook beet. Dus dadelijk hebben we weer een vis. Dat wil ik zeggen, komen ze hier langs, denken ze dat ze hier door kunnen. Want je kunt hier nog 5 kilometer verder peddelen, maar je komt er nergens uit. Dat is een beetje het idee. We moesten bij de Kano Club zijn. Zeg, die is niet hier, maar ergens anders. Oh, ja, ik heb vis. Even deze camera ook aanzetten, want... Ik moet even opletten, want... En ik kreeg slappe lijn. Ik heb wel vis. Hij zat naar die vrouwen te kijken. Nou. Nee, jongen. Kijk, hè. Dat is niet zo'n hele grote. Nou, is weer een kroes. Of weer een giebel. Weer een giebel, hè? Ja, hij blijft diep. En hij vliegt van links naar rechts, die snoer. Ja, ja, ja. Ik raak zo om. Ja, ja, ja. Hij doet het goed met Fiederke. Dik tevreden. Die, ja, die... Of een zieltje? 1 van die 2. Denk wel, dus ik moest ook weer zo'n kruis... Ja, giebel. Giebel. Nee, zeelt, hè? Ja, ik dacht eigenlijk... Niet. Komt hij aan. Oh, hij gaat elke keer naar die plant. Zo, oh ja, ja, mooi man. Mooie berg. Zo, hoor, ze was steeds groter. Ja. Steekt hem niet af, amateur vis. Ah, oh, stomme vis. Ja, hij is nog niet uitgebonjourd, jongen. En hij zit hier in de plant, hè. Niks met die. Hé, jongen. Zo. Oh. Zet de slip op, jongen, en die sta ik weg. Jouw hengel had ik ook. Ja, als ik beet heb, dan... Ja, dan komt hij wel. Nou, dan moet je een paar keer lucht happen. Hij is helder water, hè? Ja. Ook zo'n dikke snoeker op dat ding. Hoppa, handig, hè, dat stier. Ja, heel goed. Hoppa. Zo, een mooi dikkert. Nou, weer een dikkert, ja. Foto kan mee dan. Ja, ja, zeker. Zo, die smal. Goh. Redelijk punt gaaf. Ja, 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 ja. Ik heb je engel in de gaten, hè? Ja, ja, ik heb mijn engel in de gaten, ja. Mooi, toch? Hier, kijk. Hoppakee. Neem met de pier. Hoppakee. Jouw was groter. Ja, maar ja. Maakt niet uit. Mooie vis, jongen. Even een fotootje maken. Kijk, ik heb een best wel een bijzondere korf. Die heeft Jurgen voor me meegenomen. Van Matrix. Is 30 gram. Verder redelijk een normale korf. Alleen deze. Die heeft vleugels. Dat is het maandverband wat je vroeger kon krijgen. Maar die heeft vleugels. En als je eraan trekt, of als de vis bijt, dan zou die... omhoog moeten gaan. Dus in die zin is dat een ideale korf om te vissen op die... Oh, ik heb hem hij is alweer aan het slaan hier naast me.
een ideale korf om te vissen daar waar je vaker vast komt te zitten. Want dat zou er minder moeten zijn. Ik moet zeggen, ik heb dat nog niet geprobeerd, dus ik weet het niet. Maar dat is in ieder geval wat ze mee, wat ze jurgenwijs gemaakt hebben. Dat ziet er wel mooi uit, met je korf zo. Dan gooi ik die eens uit. Even kijken. Oh, kut. Ah, en een plant eraan hangen. Oei, amateurlucht. Amateurlucht. Mensen denken wel dat ik dat extra doe, die amateurlucht. Maar ik kan het, sommige zijn zo moeilijk, die kun je niet eens nadoen. Even kijken. Jurgen miste net eentje. Kwam net die, die suppers, heette dat? Supper. Die meiden die kwamen weer hier langs gelopen over de dijk. Met het bord onder op hun schouder. Oh, wat zijn jullie eikels, daar is een kanoplaats, daar kunnen we gewoon uitstappen en blablabla. Ik heb ook nooit gezegd dat je niet kunt uitstappen. Je kunt overal uitstappen, je kunt deze kant uitstappen, hier waar ik zit, je kunt daar uitstappen aan de overkant. Maar dat willen ze niet, want dan krijgen ze een beetje modder aan de voeten. En dan denken ze dat ze daar verder kunnen. Nu, maar dat loopt daar gewoon, die kunnen daar niet verder. We moeten de kanalen over en kilometer klunen en allemaal dingen doen. Komen ze hier langs? Ja, jullie zijn eikels. Zeg, nee, okay. Jij was een eikel. Oh ja, ik was een eikel. Jij niet, hè? Ja. En, dus dan weet je het ook, hè? Dus ja. Ja, je moet gewoon niet met zo'n op zijn plank gaan staan, jongen. Dat werkt niet. Maar ja, hebben wij het gevreten. Heb ik het gevreten. Rare mensen, hè? Ja, ze vroegen, is dat een kanoclub? Zeg, ja. Ik zei, hier is geen kanoclub. Nee, hier is geen kanoclub, nee. Hier is een visclub. Hier, Fijon. Ah, heb je hem? Nee. Hij is alles. Hij slaat af. Hij slaat alles missen, joh. Ik heb ook weer even beet. Hij is eraf. Mij is het eraan. Oh, nee. Ook niet. Ah, niet. Jammer. We hebben naar vogeltjes een kijken. En ik kreeg een mooie aanbeet. Dat is geen brassem, denk ik. Hij blijft diep, ja. Dus slip maar weer eens wat losser zetten. Want... Nou, toch in een brassem. Ik heb slip nu wel heel... Ja, een brasem. Of een brasem. Het trekt hard, man. Ja, het trekt hard, hè? Oh. Die er helemaal uit, van die korf. Ja, niet normaal. Poef. Ik denk dat die een kaper is. Hier, dan zie je de witte elastiek is helemaal eruit. Hop, hop. Nou ja, zeg. Ik zou bijna zeggen dat hij verkeerd gehaakt was, maar... Dat is ook niet zo... Oh. Ja, ik had hem iets langer moeten nemen. Maar goed, hij is er. Ah, wat een dikke. Oh, zo een dikke. Dikke pants. Uncle Ben's met de dikke racepants. Oh. Op de boilie. Even kijken dat ik het haakje eruit haal. Zo. Het zal wel weer een giebeltje zijn. Jurgen heeft een vis. Ja, dat is geen brasem in ieder geval, dat zie ik nu al. Ja, dat is al onder de kant. Misschien een groot, hoor. Nee, maar ja. Klein giebeltje. Is dat maar een giebeltje? Toch een brasem. Een brasem, jongen. Oh, wat zijn ze wild. Jezus, wat zijn die wild. Echt wild. Oké. Oh. Fijn, hè, zo langs je het net. Ja. Je hebt hem hier neer, hè? Ja, goed. Ja, een mooie jongen. Ja. Een mooie lap weer. Even mijn eigen hengel in de gaten houden. Yes. Ja. Ik ben bovenop mijn korf gekeken, die is echt een avontuur. Oh shit! Avontuur. Stond jij erop of stond ik erop? Ik weer. Oh. Platte korf. Dat is het nieuwste in het visgebied, platte korf. Ja. Dus limited edition. Ja, de limited edition kun je ze niet overvoeren. Ik denk, maar sta ik nu even op. Mooi vis. Ja, wilde. Kijk eens, wild. Compleet weggevist, maar het maakt niet uit. Dat is een kleintje, nee. Kleintje, ja. Toch weer aan de pier, Tom. Een pier, ja? Ja, nou, ik heb weer een pier. Ja, doe nog maar eens een paar pieren, ja. Alhoewel, het op mij, dat ook op die boilie, hoor. Maar. Oh, waar komt die vlug? Platje. Oh, een kleine platte. Een klein platje. Oh, ja. Mooi zilverkleurig, hè. Visjes. Hoppakee. Hoppakee. Oh,
Ah, komt die? Hop, is dat onthaakt, jongen? Of niet? Nee, nog niet. Oh ja, hier al uit. Ja. Of niet? Nee, toch niet. Dan mag je door de lip heen. Ja. En dan in het net. Ja. Dat is altijd lekker, hè? Ja. Amateurlarm. Hij is al uit. Ja, oh, is het nog? Ja, ja. Hij is doorgeregen. Ja. Nou, dan ga. Dat is een mooie lippiercing. Even kijken. Ik krijg die spuit. Oh, hij spuit de spuit. Mijn vliegtuig. Dat is ook klaar. Je gaat zo naar de kant. Of te warm, hè? Nou, die weg weer diep. Dat is in de platte. Ja, ik heb ook beet. Aan de maai. Een kapertje, jongen. Ja? Ja. Mooi. Kapertje. Scheppen? Nee, ik heb hem wel. Oh, kleintje. Ja, een kleintje, maar dat maakt niet uit. Dat is een goede teken. Dat lijkt wel een schipje. Dat was van een... Ja, dat is toch het is eigenlijk een giebel. Een spekdraden. Nee. Nee, dat is toch echt een giebel. Ja, vrijwel. Mooi visje. Ja, nu gaat hij weg. Mooi, mooi. Ja. Zo jongens, ik heb net even gewisseld naar een pier. Op advies van Jurgen. En inderdaad, meteen een giebel weer erop. Dus dat is niet verkeerd. Ik heb nu weer een pier eraan met mais. En ik heb weer beet. En hij zit er. Ja, hij zit er nog aan. Ja. Hij is eraf. Ik had net beet. Wat voor dikkie. Ik kreeg een mooie aanbeet, jongen. Terug erin. Non du. Non du. Dat was eventjes. Ik dacht, die heb ik wel. De lijn liep helemaal terug. Dus eigenlijk wel verwacht dat ik die zou hebben. Maar goed, moet niet klagen. Het gaat echt lekker. Zes karpertjes bij elkaar? Zes karpertjes bij elkaar, ja. Ik heb er vier gehad bij. Giebels, ja. Platte. Ja, giebels wat platte. Dus, wow, niet verkeerd. Een pronk. Goed, we hebben hem weer in. Het is wel een platte, ja, maar of heb je hem verkeerd gehaald? Lijkt erop dat hij verkeerd had. Mm-hmm. Komt er een keer heel vlug. Denk ik wel. Blijven lang diep hier, hè? Mm-hmm. Hij hangt er goed aan. Ja. Ik denk ook keisterk, die dingen. Ja. Kijk maar, zo. Dit is weer een bruin, hè? Ja. Hier aan de kast, er hangt in zijn bek. Kijk. Ja. Nou. Ja. Mooie. Nice. Nice. Zo, dik buik. Dikke jongen, oh. Dikke buik. Voor mijn keut, jongen. Hij is helemaal vol. Ja. Spuit me daar helemaal onder. Mm-hmm. Denk wel, ja. Wat een dikke pens. Hoe gaat die bij jou, Jurgen? Ja, even rustig. Even stil, hè? Net meteen toen ik hem ingooide, lag volgens mij de korf nog niet op de grond. Een padje, maar die gingen weer af. En als er een vis afgaat, is het altijd even stil. Ja. Ja, dat klopt, ja. Ik vang er net twee achter elkaar met een kaster. Ja. Ja, net. Een kwartier geleden. Ja. Ja, wie zal het meemaken? Maar dat moet nog wel, komt nog wel dadelijk. Zeker. Ik gooide hem net wat, een halve meter uit de kant. Ja, we liggen ongeveer een meter of drie, vier uit de kant te vissen. Ja. Ja, we kregen helemaal geen beetmerk. Ik zeg tegen Tom, ik ga mijn lijnklipper afgooien. Ik gooi hem eens een half metertje van de kant. Ja. Hij ligt en boem. Twee keer, hè? Die mis ik. En dan gooi ik weer in en vat je meer. Ja. Twee keer gegooid, twee keer vis. Ja, één keer ging je eraf. Ik ga hem daar ook wat dichter langs de kant gooien. Ja. Dit is weer een karpertje, of een karpertje denk ik. Dat is vrij diep. Ja, dat is geen brassem, dat zie ik wel. Dat is heel. Oh. Ja, die zet de slip open, hè, jongen. Hij gaat weer. Dat is een zeelt. Ja. Ja, een zeelt. Ja. Hey. Hoppakee. Tussen de waterlelies, hè. Ja, wat een man. Dit is een mooie zeelt. Oeh, een mooie man. Dat is een lekkere spot op zijn viedertje, hè. Mooi. Oh. Prachtig. Hij is echt mooi. Maak ook een foto van. Ja, dan maak ik een foto van. Mooi visje. Oh. Een slijmhaaltje, hè? Ja, dat wel, maar niet zo stinkslijm als de brasems.
Een mooi vuur in zijn bek hier. De jeugd kreeg net een mooie beet, jongen. Mooie aanbeet, hij zegt, ik gooi hem even een halve meter uit de kant. Hoe diep zou het dan zijn? Ja, 50 centimeter. Zoiets. 50 centimeter. En ik kreeg meteen beet. En die ging los. Gooit er voor de tweede keer. Kreeg na 2 minuten weer beet. Mooie zeelt. En deze gaf redelijk wat sport, maar niet zoveel als we dachten. Maar aan zich wel een mooie hus. Vind ik al mooi om te vangen, zeelt. Echt een van de mooiste vissen. Dus het is nu, ik denk, 7 uur of zo. Ja. Denk. Denk geweest. 7 uur geweest. 5 over 7. Dus we will see wat er nog gaat gebeuren. Maar we hebben. Hoeveel stuks heb je nu? Ik heb 13 en 14. Zoiets, 13 of 14. 13 of 14 heeft hij er. Ik heb er 2. Nee, ik heb er. 3 heb ik. 3. 3 heb ik er. Dus. Ja. Maar we gaan lekker door. Hij bon, hij trekt. Is dat een brasem? Dit is. Top. Dat is geen brasem, jongen, echt niet. Ja, dikke snikkel, dat is geen platte. Echt niet. Hij blijft wel diep. Komt jagen. Nee, dat is geen platte. Ja, zie je wel. Dat is wel een platte. Oh, wel. Zit hij verkeerd gehaakt of zo? Nee, toch niet? Volgens mij. Dat zijn gewoon heel erg. Het zijn gewoon wild, ja. Nee, het is gewoon een brasem. Ja, dat is niet heel groot ook niet. Nee. Hij is niet heel groot. Nee, maar ja. De trekken toch harder dan? Ja, dat wel, ja. Het is vaak op stromend water, hè. Oh. Ja, ze zijn echt... Ja, we denken dat ze... Oh, kijk eens. Denken dat ze dingen zijn, een kaper zijn. Oh, volgens mij heb ik beet. Ik moet even naar mijn eigen... Ja, wordt helemaal slap, volgens mij, hè. Ja, volgens mij wel, ja. Ja. Nee, mis. Ik heb hem. Oeh, je zit er wijd naar rechts. Een dubbele hoek-up, man. Ja, een dubbele hoek-up. Het voelt een beetje raar van platte deze. Dat is geen platte. Nee, dat is geen platte. Maak je me niet wijs. Ik hoop een zeelt. Maar ik moet wel even die slip. Ja, wel een kapertje. Een kapertje. Ja. Ik zet mijn slip door, ik heb maar 1700ste onderlijn of zo. 18. Hier, mijn zet ik terug. Ja, zet die van jou terug. Zet die van mij erin. Feitje, kleine hoge. Een dikke snoek achteraan daar. Dat is een mooie aas. Ja, dat is een mooie aas. Van de meerwal. Ja, dat is van de meerwal, ja. Hoppakee. Yes. Ah, thanks. Een klein. Ja, een mooie, een hoge. Een heel hoge, ja. Ja, een hele hoge. Een dubbele hoek. Ja. Mooi, Tom. Waar gaan ze de mais? Worm. Ja, ik ook. Worm en... Mais. Mai. Een mais. Ah, mag ik de haak steken voor jou even? Mag ik wel. Ik ben niet gewend om met weerhaak te vissen. Ja, je moet altijd de lijn strak houden. Doe maar een keer te douwen. Ja. Ja, mooi visje. Mooi visje, ja. Hoppa, mag je maar terugzetten, jongen. Hoppakee. Ah. Oh, het was even een dubbele hoek op. Jurgen die zegt, ik beet, ik zet de camera aan. En een mooie brasem. En op een gegeven moment zie ik bij mij de lijn slap hangen. Ik denk, hey, dat is ook beet. Een mooi giebeltje. Op de wormen. Valt me nog mee dat we daar nog geen baasje op gevangen hebben. Maar ik heb nu 2 wormen eraan. Jurgen heeft ook 2 wormen eraan. Dus ja. Heb je weer beet? Ja. Jurgen had weer beet. Soms zijn ze heel voorzichtig. Het is echt dat je dan denkt van ja, een tikje moet ik slaan, moet ik niet slaan. Dat is altijd best wel lastig inschatten. Maar ja, ze zitten er nog. Dus het is nu denk ik 7:30 of zo. Dus we zullen zien. Zo, het is 7:50. 7:45 denk ik. Het begint langzaam donker te worden. Het koelt in ieder geval goed af. Maar jullie zien dat niet dat het donker was, want de camera die past zich een beetje aan. Maar goed gevangen, moet je niet klagen. 20 vissen ruim. 20 vissen. Ja, niet verkeerd.
Zo jongens, we hebben lekker gevist. Nu weer een dag later. Even de commentaar opnemen op de vorige video. Dat was de video dat... even denken, dan was ik gaan... Method Feeder vissen op Brasem. Feeder Friday 51. Alweer. En een hoop commentaar opgekregen. Eens even kijken wat ze allemaal zeggen. Frank Smit is echt een leuke video, maar de achterkant van de maai is waar die twee oogjes zitten. Ik dacht dat dat de voorkant was, maar ze kruipen inderdaad altijd met de spitskant naar voren. Dus moet toch even inderdaad weer wat geleerd. Dat is hartstikke goed. Even kijken. Wanneer ga je weer eens met de bellyboot? Vraagt Gameboy Schmitzel. Ja, binnenkort het seizoen weer op is. Hè. En ik ben niet zo'n meervalvisser, dus nu ga ik niet zo met de bellyboot. Maar tegen die tijd wel weer. Karel van der Wal, top video kerel. Ben wel eens benieuwd wat voor werk je doet in het dagelijks leven. Ja, dat vragen veel mensen. Ze denken dat ik niks doe, maar dat is niet zo. Ik zit in de IT. Ik ontwikkel systemen voor big data in de game-industrie. Dus als dat je wat zegt, dan weet je wat ik doe. In ieder geval een computer-nerd. Veel mensen vragen hoe lang ze het voer moeten laten liggen in de method. Weet ik niet. Ik gooi hem uit. Dan heb je na 10 minuten geen beet, dan haal ik hem wel eens binnen. Maar soms laat ik hem ook langer liggen als ik denk dat ik wat beet krijg. Dus het is moeilijk te zeggen. Even kijken. Bart Roosema zegt, zou je ons Vis Instagram kanaal een shout-out willen geven? Tuurlijk jongen, apenstaartje Fishing Team Groningen. Gaan jongens met die banaan. Even kijken. Eén commentaar zag ik gisteren nog. Maar die zie ik zo niet. Maar iemand die zei van, vangt het nou werkelijk beter met de method feeder? Mijn ervaring is dat het niet zoveel uitmaakt. Of ik nou met de core vis of met de method feeder. Enige verschil is dat de method feeder vaker echt een zelfhaaksysteem is. Dus als de vis bijt, ja, dan hangt hij meteen. Dan hoef je alleen maar binnen te draaien. Hoef je verder niet actief te vissen. En als het heel diep is, gebruik ik sowieso altijd een korf. Want die method feeder ben ik bang dat het voer allemaal eraf is voordat hij op de bodem is. Ook als het stroomt, gebruik ik altijd een korf eigenlijk. Ik denk de meeste mensen wel. Voordeel wel met de method feeder is als je bijvoorbeeld dat tegen de overkant aan gooit. En dus de overkant is het vrij diep, bijvoorbeeld 2 meter of zo. Dan kun je met net 5 centimeter van de overkant afgooien, hè? Bijvoorbeeld tegen een damwand of zo. En dan ligt hij gewoon precies dat tegenaan. En als je dat met een korf doet, dan vliegt vaak je onderlijn in het gras. Dat is mijn ervaring, dat is voor iedereen anders natuurlijk. Hè? Dus ja, en dat is ook elk water weer een beetje anders. Nadeel van de method feeder vind ik dat je het voer altijd wel precies goed moet hebben, want anders dan... Dan flikker het allemaal eraf en dan gooi je uit en heb je het voer in je nek liggen. En in een korf maak je niet zoveel uit, stam je gewoon een beetje aan, door het maaien erdoor en hoppa. Dus, en met de korf kun je dus ook meer voer mengen. Dan kun je hennep doorheen doen op pellets en geknipte wormen en maden en mais en dan een beetje grondvoer aan aanknijpen. Method feeder is of grondvoer of pellets, één of niet twee. Dus wel een tip, wat ik wel vaak merk als ik met de core vis of met de feeder, met de method feeder maakt niet zoveel uit en ik hoef niet zo ver uit te gooien. Schiet ik altijd met een katapult wat mais erbij. En dat werkt echt, zodra die mais begint te dwarrelen bij te zitten. Dat is echt 9 van de 10 keer, echt waar. Zo, mensen zeggen van, hey, amateurvisser, je mag niet met een katapult vissen. Ja, dat weet ik, maar koop gewoon een katapult in de winkel, jongens, en lekker vissen. Who cares? Wel een beetje opletten als de politie langskomt, even dat ding wegdoen. Anyway, jongens, genoeg oud hoort. Ik hoop dat jullie een leuke aflevering vonden. Vonden jullie een leuk duimpje omhoog? En wat zeker gewaardeerd wordt, is abonneren. Dat is altijd, wordt altijd gewaardeerd. En ik zou zeggen, jongens, tot de volgende keer. En, vooral keep on fishing en hartstikke gefeliciteerd voor de Belgische vrienden en kijkers, want volgens mij mogen die nu weer vissen. Dus, volgens mij zijn die heel blij. Volgens mij vanaf 4 mei of zo, ik weet niet zeker. Jongens, tot de volgende keer. Keep on fishing.